Rond 12 uur gistermiddag loopt Tristan van der Vlis het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn binnen. Een kwartier lang schiet hij met een automatisch wapen om zich heen. Hij loopt helemaal door en schiet aan die kant en die kant. En maakt niet uit waar. Alle kanten opschoten? Ja, alle kanten, ja. Ik zag op een gegeven moment een magazijn zag er liggen onder een stoel. Ik zag allemaal kogels. Toen ik binnenliep bij de C1000 zag ik een lijk zag ik liggen. Ik weet niet of die vrouw nog leefde. En toen liep ik op een gegeven moment verder naar de Kruidvat, zag ik daar ook twee mensen liggen. Die waren door hun hoofd heen geschoten. En meer heb ik eigenlijk vrij weinig niet gezien. Toen werd ik daar vastgehouden dus. Zes mensen komen om het leven en zeker 15 mensen raken gewond. Tristan loopt naar de Albert Heijn en schiet daar zichzelf dood. Getuigen van de schietpartij worden opgevangen op verschillende plekken in de stad. In de auto van Tristan wordt een brief gevonden waarin hij meldt dat er explosieven liggen in drie andere winkelcentra. Deze worden ontruimd. Er is een bommelding, gauw eruit. Dus het is toch een hele bizarre ervaring, moet ik zeggen. Dit zijn Amerikaanse taferelen, noem maar. Maar het is echt te gek van woorden eigenlijk. Bij de vader van Tristan thuis wordt een afscheidsbrief gevonden. De lichamen van de slachtoffers liggen nog geruime tijd in het winkelcentrum en worden pas zondag weggehaald als het onderzoek is afgerond. 150 politiemensen onderzoeken de zaak. De politie Hollands Midden krijgt hulp van korpsen uit het hele land.